Goedemorgen iedereen, welkom bij een nieuwe vlog. Gelukkig nieuwjaar eerst en vooral. Ik wens jullie allemaal, ik zal niet zeggen een zorgeloos 2021, want ik denk niet dat het dat al wordt. Maar al sinds misschien een rustiger 2021. Iemand in mijn praktijk zei mij, ik hoop dat alles wat ik in 2020 heb geleerd, dat ik dat in 2021 in de praktijk kan zetten. Dat vond ik wel een mooi voornemen. Maar ik wens jullie alleszins een mooi, een gezond en een vreugdevol jaar toe. En aan het begin van een nieuw jaar is het heel klassiek om te spreken over, over goede voornemens. Over welke doelen stel je voor jezelf dit jaar? Wat wil je manifesteren dit jaar? Dat is zo het klassiek onderwerp natuurlijk. En daarom vond ik het wel goed om het daar ook vandaag eventjes over te hebben. En dan met name, zoals altijd, vanuit het perspectief van The Course in Miracles. Het idee is dat inderdaad, dat verhaal van manifesteren, dat is iets wat dat heel, heel hot is momenteel. Zeker in zo de meer spirituele kringen zijn veel mensen daarmee bezig. Het is iets waar je heel veel over hoort. Vooral ook sinds de publicatie van The Secret en dan ook boeken van Gabrielle Bernstein, zoals Super Attractor en zo, wordt er heel veel over manifestatie gesproken. Manifestatie, of het principe daarachter, is natuurlijk een van die metafysische wetten. Is dat als jij je, vibrationeel oplijnt met datgene wat dat je wilt aantrekken, dat dat niet anders kan dan naar je toe komen. Dus dat is een van die metafysische wetten die ook de mainstream een beetje heeft bereikt en wat dat de mainstream ook wel wat leert mee te gaan werken. Hè. Je weet dat ik over spiritualiteit altijd spreek als metafysica, als de wetten van de wereld voorbij het fysische. En dat spirituele groei heeft te maken met die wetten gewoon leren kennen en dan beginnen toe te passen in jouw leven. Dus dat is natuurlijk wat er ook hier gebeurt. Maar ik wil daar toch een aantal belangrijke kanttekeningen bij maken. Vanuit de Course in Miracles perspectief dan met name. En dat is het volgende. A Course in Miracles die maakt het onderscheid tussen to make en to create. Hè? Dus het bepaalde van de termen zijn heel belangrijk dat je ze goed kan begrijpen. De course maakt een onderscheid tussen to make en to create. En maakt een onderscheid tussen magic en miracles. En dus in termen van de Course in Miracles is er inderdaad dus een onderscheid tussen, laat ik maar zeggen, magie en wonderen. Hè? Dat is een semantisch verschil dat vooral in de Course in Miracles ligt, die je daarnaast niet anders zou hebben. Maar als je de Course in Miracles goed begrijpt, dan zit er daar dus wel een verschil in. En dus wat is het verschil? To make is eigenlijk hoe dat je in grote lijnen het mainstream manifesteren kunt gaan begrijpen. To make is, je begrijpt een spirituele wet, namelijk als ik mij vibrationeel oplijn en als ik mijn gedachten genoeg stroomlijn in de richting van datgene wat ik wil, dan kan ik eigenlijk alles krijgen wat ik wil. En vanuit dat perspectief is het natuurlijk niet raar dat manifesteren zo hot is natuurlijk. Want de bottom line is, je kunt alles krijgen wat je wilt. En dus zeg ik tegen, woe, give me. En dus zijn heel veel mensen bezig met manifesteren. En dat lukt natuurlijk, want dat is een metafysische wet, net zoals dat zwaartekracht erin is. Dus als je gewoon de principes er rond kent en je past ze toe, dan werkt het ook. Dat is to make en dat behoort voor A Course in Miracles tot het domein van magie, van magic. Daarnaast heb je wat A Course in Miracles to create noemt en dat is dan met een hoofdletter C. En eigenlijk zouden wij dat bijna kunnen begrijpen als co-creatie met God. En wat A Course in Miracles ons leert, is dat to make, dat kan dan wel effecten en gevolgen hebben in de materiële wereld. Maar vanuit de to make, daarmee ga je nooit iets maken of iets creëren die voor altijd is. Dus nooit iets, in A Course in Miracles, iets real, iets dat echt is, met een grote hoofdletter R. Dus hoe moet je dat onderscheid gaan begrijpen? Dat is wel belangrijk, want als we met z'n allen gaan manifesteren, maar we zijn ons niet bewust van dat onderscheid, dan gaan we gewoon niet gelukkiger worden van datgene wat we manifesteren. Dus als je manifesteert, zou ik maar zeggen, vanuit het ego, vanuit angst, vanuit ik wil alles, ik kan alles krijgen wat ik wil, dus wat wil ik? Zonder daar een soort van een meer miracle-minded perspectief bij te hebben,
dan ga je altijd creëren vanuit een essentieel gevoel van tekort. Als je vraag dit is, wat ontbreekt er? Ik kan alles hebben dat ik wil, dus wat ontbreekt er hier nog in mijn wereld? En wat kan ik dan nog krijgen om mijn wereld te vervolledigen? Dan vertrek je van de basisaanname dat je, in het Engels zou zeggen, that you're lacking, dat je tekort hebt, dat je tekort komt. En dan zit je per definitie in het ego, dan zit je per definitie in angst. En dan ga je ook voor een stukje angstige gevolgen creëren, maar voornamelijk, dan ga je daar nooit fundamenteel gelukkiger van worden. Dus bijvoorbeeld, als je vanuit denkt van, goh, mijn job is lekker, toch dan niet, ik ga een nieuwe job manifesteren, of ik ga een nieuwe partner manifesteren, of ik ga meer rijkdom manifesteren. Het is niet dat die dingen aan zich verkeerd zijn, maar het is dat als je niet fundamenteel de aanname dat je iets, dat er jou iets tekort komt, als je dat niet fundamenteel verandert, dan kan je manifesteren wat je wil, dan zal je nooit gelukkig zijn. Dan gaat dat nooit voldoende zijn. Dan zul je misschien 5 of 10 minuten je daar goed bij voelen, of misschien een dag of 2 of een maand of 2. En dan is het volgende. En ik denk dat wij allemaal die ervaring al hebben gehad, zo van, oké, ik heb dat nu, maar what's next? En dan zitten ze zo in het soort van hamsterwiel van het volgende en nu het volgende. En ik heb nu een boek, maar nu moet ik er 2 boeken hebben. En ik heb 2 boeken en nu moet ik er 3 hebben. En ik heb nu een praktijk, maar nu moet ik dit. En dan creëer je gewoon ongelooflijk veel onrust. Terwijl dat fundamenteel, wat dat wij allemaal willen, is inner peace. Is gewoon gelukkig zijn met wat dat we hebben. Is gewoon, is eigenlijk terug thuiskomen bij onszelf. Dus er is niets verkeerd met manifesteren, maar dat is wat de Course in Miracles altijd zegt, hè. Er is niets inherent goed of slecht in de materiële wereld, rijkdom of een bepaalde lichaamsvorm of whatever, is niet per definitie inherent goed of fout, maar Course in Miracles spreekt niet over goed of fout, maar over holy or unholy. Die dingen zijn dan niet inherent, maar ze worden dan wel al naar gelang het doel dat het dient, dus van waar de energie van waaruit dat het wordt gecreëerd. En dus als je gaat manifesteren vanuit het ego, vanuit een soort van fundamenteel gevoel dat je tekort schiet, dan zal dat nooit echt co-creatie zijn en zal dat vooral ook nooit echt tot gevolg hebben dat je daar gelukkig of beter van wordt of dat de wereld daar beter van wordt of whatever. Dat wil niet zeggen dat je het niet effectief gaat manifesteren, maar dat wil zeggen dat dan wat. Het andere stukje is to create. En daar zit je in co-creatie met God. En dat is natuurlijk een heel belangrijke dimensie die A Course in Miracles ons leert. Hè. Voor de mensen die nu die met nieuwjaar het werkboek terug opnieuw zijn begonnen. Ik ben er nu terug opnieuw aan begonnen. De les van gisteren was I do not understand what anything means. En dus dat is een heel belangrijk stuk in A Course in Miracles. Is dat wij leren van, wij projecteren allerlei betekenis en waarde op dingen die puur vanuit ons eigen verhaal komen, vanuit onze eigen conditionering, maar die totaal niets met de werkelijkheid hebben te maken. En dus begrijpen dat je het niet weet. Hè? In A Course in Miracles is er zo'n heel stuk in het handboek waar ze eigenlijk de vergelijking maken met kleine kinderen. En dat een klein kindje dat bang wordt, een klein kind is bang van monsters en draken enzovoort, en die deelt dat met een volwassene en die zegt, en er zit een monster onder mijn bed en er staat een draak in de hoek van mijn kamer. Die volwassene die kan zeggen, maar schatje, dat is geen draak, dat is een gordijn. En er zit niets onder je bed, want kijk, ik heb gekeken, je beeld het u maar in. En eigenlijk zijn wij net zo. Wij zijn als kleine kinderen die gewoon bang worden voor allerlei geesten die wij overal zien, maar die niet echt zijn. Het enige verschil is dat wij denken dat wij geen kleine kinderen meer zijn. Het enige verschil is dat wij denken dat we het wel begrijpen. Dus dat wij denken, nee, dat is echt wel een draak daar in de hoek. En dat wij tegen God of tegen het universum zeggen, hij heeft het niet begrepen, want dat is echt een draak. En dus daarin sluiten wij ons af van de guidance die we mogelijk kunnen krijgen van het universum. Omdat ze zeggen, een kind weet dat het niet weet. En daarin wordt het heel onderwijsbaar. Omdat het beseft dat het niet weet. En dus vraagt het heel veel hulp. Vraagt het hulp om dingen te interpreteren. Maar een volwassene zegt, nee, I got this figured out. Ik weet wat dat betekent. Ik weet wat dat is. En dus vragen wij niet meer dat situaties voor ons worden geïnterpreteerd. En een heel belangrijk stuk van A Course in Miracles is dat je dat wel terug aanleert. Is dat je leert alle situaties terug in Course in Miracles termen dan in de handen van de Heilige Geest te plaatsen. En wat dat in andere spirituele tradities dan meer de comforter of uw higher self of whatever hoe je dat dan wilt gaan noemen. Maar in dat stukje van jou die wel connectie heeft met universele wijsheid,
om altijd opnieuw beroep te doen daarop om dingen te interpreteren voor jou. Dus dat is wat dat we leren. En dus ook in het stellen van doelen. You don't know wat dat jij dit jaar moet bereiken. Eigenlijk weet jij niet. Hè? Er is een andere oefening, dat is een beetje verder. Maar ik weet dat er een oefening ook is die zegt, I do not perceive my own best interest. Je weet niet wat het beste zou zijn voor je. Simpelweg omdat je niet weet wat het grotere plan is. Er is een veel groter plan. En iedereen, als iedereen met iedereen verbonden is, dan is het onmogelijk voor je om te begrijpen wat dat eigenlijk de doelen moeten zijn voor jou dit jaar. En wat dat je moet bereiken en hoe dat het er dan moet gaan uitzien. Dus bijna per definitie doelen stellen, die worden bijna per definitie gesteld vanuit het ego. Het enige doel dat je bijna te stellen hebt dit jaar, is eigenlijk zoals dat gebed die in The Course in Miracles staat, dat je elke dag bidt van where would you have me go, what would you have me say and to whom. Dat je elke dag opnieuw gewoon zegt, oké, I'm about my father's business. Ik doe gewoon elke keer wat het universum in elk moment van mij vraagt. En dan zie ik wel waar ik uitkom. Dat maakt u gewoon een heel open en bruikbaar instrument. En in tegenstelling tot wat het ego zegt, is dat het pad niet alleen naar innerlijke rust en geluk, maar ook naar succes. Ook naar echt, zou ik maar zeggen, lasting succes. En dus dat is heel het idee van to create. En to create behoort natuurlijk in het domein van wonderen. Dat is hoe dat je wonderen manifesteert. En ik denk dat de meeste van ons, als je daar gewoon een keer bij stilstaat en je denkt over je leven, en je denkt over de beste dingen die in je leven zijn gebeurd, als je heel eerlijk bent, zijn dat meestal de dingen waar je zelf heel weinig aandeel in had. Hè? De man van je leven ontmoeten vaak, of dat soort dingen die heel fundamenteel echt diep geluk brengen, daar heb je eigenlijk heel weinig in te doen. Dus hoe meer dat jij opent en een kanaal wordt waardoor, hoe meer dat het universum jou kan leiden naar je highest happiness. Het omgekeerde, het manifesteren vanuit ego, is jij komt met je boodschappenlijstje of jij komt met je bestemming naar God en zegt, dit is waar ik naartoe moet. En je pusht het er eigenlijk door, zie je? Het mooie van dit soort dingen, het mooie van spiritualiteit in het algemeen, is dat het één waarheid is dat je op heel veel verschillende manieren verwoord krijgt. En dus bijvoorbeeld, als je kijkt naar Tony Robbins, die heeft ook zo'n principe en die zegt, push will wear you out. Push will wear you out is eigenlijk de essentie van wat ik allemaal zeg. Tony Robbins zegt ook, als jij heel de tijd pusht voor waar dat je denkt dat je naartoe moet, dan ga je op een bepaald moment totaal uitgeput zijn. Dan zijt jij aan het streven naar waar dat je naartoe moet gaan. En ik denk dat elk van ons dat al, hè, zeker, ik weet dat er heel veel vrouwen, heel veel ondernemende, ambitieuze vrouwen kijken en luisteren. Elk van ons is al eens een push gegaan. En zeggen, oké, dit is mijn doel en ik ga ervoor en ik ga dat plannen en ik ga dat doen. En je houdt dat dan een paar maanden, misschien zelfs een paar jaren vol en dan zijt je totaal uitgeput. Omdat zo werkt het niet. Je moet niet in push gaan. Je moet eigenlijk in allowing gaan. Dat is een heel vrouwelijke manier van manifesteren. Het is echt, dat is die essentie van die co-creatie. Het begint bij, I know that I don't know. Ik zou kunnen denken vanuit mijn ego dat dit mijn doel is. Of dat ik daar naartoe wil. Of dat ik dat wil manifesteren. Maar als ik in de diepte van mezelf kijk, dan weet ik dat ik het eigenlijk niet weet. Zie je? Dat wil niet zeggen dat je niet kunt dromen van bepaalde dingen. Hè? Er is niets mis met op zich gewoon doelen stellen of een richting aanhalen of voor jezelf uitdagingen stellen. Maar altijd vanuit die background van miracle-mindedness dat je weet, I know that I don't know. En eigenlijk in boeddhisme hebben ze dan zo dat principe van, ik weet niet precies hoe dat gaat, maar het is zoiets van intentie zonder attachment. Is dus, natuurlijk mag je een richting hebben, of mag je een doel hebben, of mag je een verlangen hebben. Maar met het besef of de gronding van, ik hang niet vast aan welke pure materialisatie dat dan moet hebben. Ik kan ook loslaten, ik kan ook bijsturen, ik kan ook course correcten als ik voel dat het leven mij eigenlijk in een andere richting stuurt. Opnieuw, altijd opnieuw, because I know that I don't know, op het einde van de dag. Op het einde van de dag weet ik dat ik gewoon mijn orders moet aannemen en dat ik gewoon van daaruit, van daaruit de beslissing moet maken. Dus dat is ook een beetje zoals dat ze in de Bijbel, maar dat stukje wordt geciteerd ook in The Course in Miracles, denk ik. Maar in de Bijbel is er in Matthäus zo'n stuk die zegt,
Zoek eerst het koninkrijk van God en al de rest, al de andere dingen zullen u gegeven worden. En dat is eigenlijk de essentie in, zal ik maar zeggen, in, dat is eigenlijk het fundamentele doel. Is, zal ik maar zeggen, het koninkrijk van God zoeken. Dat zijn dan zo van die hele bijbelse termen waar dat de meeste van ons ongelooflijk op afknappen. Maar hoe kan je dat dan hertalen in hedendaagse termen? Dat gaat over innerlijke rust, zie je? Dat gaat over de juiste prioriteiten stellen, over uw waarden in vraag stellen en u elke dag opnieuw de vraag stellen, heb ik vanuit mijn waarden geleefd? Ben ik bijvoorbeeld, een van de dingen die in het werk van Carolyn Miss heel erg naar voren komt, is coherent zijn. Ben ik coherent? Dat wil zeggen, komen mijn handelingen overeen met de highest truth en de highest wisdom die ik in mezelf heb? Of ben ik een heel andere persoon in de wereld dan dat ik weet dat ik in mijn binnenwereld ben? Dus zijn mijn binnenwereld en mijn buitenwereld bijvoorbeeld op elkaar afgestemd? Is dat coherent? Doe ik wat ik weet dat ik zou moeten doen? Ben ik in elke situatie de handen en de voeten van God op aarde? Dat zou veel meer ons doel moeten zijn dan de doelen die wij ons, zal ik maar zeggen, opleggen om te gaan manifesteren. Van ik wil zoveel omzet draaien dit jaar. Of ik wil een bikini body tegen de zomer of whatever. Dus opnieuw, die dingen zijn niet per se verkeerd. En vooral, het is niet omdat uw eerste doel is om het koninkrijk van God te zoeken, als je het nu zo wilt noemen, dat het gevolg daarvan niet wil zeggen dat je een bepaalde omzet draait, of dat je een bepaald lichaam krijgt, of dat je... Dus die dingen zijn niet... Het is niet of-of, het is eerder en-en. Het is dat als je vanuit een soort van inner calling volgt, wat dat je weet dat juist is voor jou, of wat dat je voelt dat er van jou gevraagd is, dan kom je altijd uit bij datgene wat dat jou het hoogste geluk, het hoogste succes, the highest manifestation of yourself zou brengen. En als dat dan inderdaad betekent dat je een bepaalde rijkdom vergaart, of dat je een bepaald lichaam manifesteert, of dat je een bepaalde partner of kinderen manifesteert, of whatever, die dingen zullen er wel komen als die je hoogste geluk symboliseren. En als die er niet komen, dan heeft dat te maken met het feit dat dat nog niet, dat dat niet voor jou het hoogste geluk is en dat je dat nog uit te vogelen hebt, wat het dan wel is. Hè? Dus, zoals dat Marianne Williamson altijd zegt, being about your father's business, dat staat niet haaks op gelukkig zijn, in tegendeel. Het is pas als je echt van daaruit je bottom line maakt, dat je, zal ik maar zeggen, echt fundamenteel succes en geluk en al die dingen in je leven gaat beginnen aantrekken. Dus voor iedereen die misschien al doelstellingen heeft gesteld of die zich bepaalde, die bezig is met goede voornemens voor dit jaar, houd dit in je achterhoofd. De manier om een echt een wonderbaarlijk jaar te ervaren is om fundamenteel te weten dat jij je op te leiden hebt in elk moment en dat jij je guidance hebt te volgen in elk moment van waar het universum jou naartoe heeft te sturen. En van daaruit, push will wear you out. Als jij uw agenda door de strot van het universum probeert te rammen omdat jij ervan overtuigd bent dat dat je richting is, dan ga je heel uitgeput aan het einde van het jaar komen, maar ook niet fundamenteel gelukkiger, ook al heb je wellicht een aantal zaken gemanifesteerd. Als je daarentegen vanuit een soort van openheid hier staat en begrijpt van, ik heb eigenlijk niet het plan, ik heb niet de route, ik heb dat allemaal niet in mij, maar ik heb wel de mogelijkheid om te connecteren met het stuk van mij die dat wel heeft. En als je van daaruit stap voor stap verder gaat, dan kom je ongetwijfeld uit bij hele mooie, wonderbaarlijke manifestaties. En dan zit je in to create, met een grote C. Dan zit je in co-creatie met God. Dan zit je in iets wat blijvend is, wat durend is, wat liefdevol is. En dan zit je in echt geluk. Dus ik wens jullie allemaal een heel wonderbaarlijk 2021 toe. En ik hoop dat deze vlog daarbij kan helpen. Ik weet dat ik eind vorig jaar gesproken heb over een soort van introductie-sessie of sessies rond de Course in Miracles. Momenteel stel ik dat nog eventjes uit, omdat ik voel dat ook mijn call nu is om echt de focus te leggen op innerlijke rust bij mezelf en back to basics voor mezelf. En dat ik dus op dat vlak niet te veel hooi op mijn vork wil nemen.
Maar ik ga echt wel trachten om op zijn minst maandelijks of tweewekelijks een nieuwe vlog over Course in Miracles in te spreken en op te nemen. Dus als je die gewoon al volgt, dan ga je op die manier toch ook wel heel veel principes meekrijgen en toegepast zien. Dus het zal misschien net iets minder gestructureerd zijn dan echt een workshop. Ik sluit niet uit dat die er misschien later in het jaar nog komt. Maar momenteel is het niet voor direct. Dus als je wilt mijn visie over hoe je Course in Miracles toepast op een dagelijks leven. Als je daar meer van wilt, dan zou ik zeggen abonneer je op het YouTube-kanaal. Volg Instagram, schrijf je in op de nieuwsbrief. Want dat zijn alle kanalen via welke dat je de vlogs kunt ontvangen. Voilà, dat was het. Ik hoop dat je het zinvol vond. Als je vragen hebt, opmerkingen, je weet dat je kan mailen naar info@nataliejdb.be of je stuurt een berichtje via Instagram of je vindt mij via welk kanaal dan ook. Voilà, ik wens jullie een heel goed begin van het nieuwe jaar toe en ik zie jullie heel graag de volgende keer terug. Bye bye.